Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb me even snel klaargemaakt. Ik weet niet eens wat ik zelf heb aangedaan. Zo snel moest ik me klaarmaken van Nessie. Ik heb een zwarte jurk aan van de Zara. Deze was echt cheap. En ik heb sandaaltjes aan van de Pri. Maar die heb ik nog niet eens echt normaal aangedaan. Want we hebben niet zoveel tijd en we moeten opschieten. En ik moet niet vergeten om een blazer mee te nemen. Anders heb ik het straks koud. En ik ga vandaag mee naar opnames van Nessie. Ik ga vandaag iets heel spannends doen. Ik laat het jullie straks wel even weten. We hebben nogal haast. Ik sta eigenlijk geparkeerd. Wat ik kan jullie wel vertellen is, vandaag ga ik dus met een schakelauto rijden. En ik heb echt 3 jaar, 4 jaar lang auto met automaat gereden. En ik heb dus wel mijn rijbewijs gehaald in een schakelauto. Nu heb ik net gereden in een auto met een... Dat is best wel eng, want hij viel een paar keer uit. Vooral als je zeg maar bij een stoplicht staat en je moet hem weer opstarten, dan valt hij uit. En dan moet ik dus straks in een andere auto rijden. We gaan zo even een Golf ophalen. En dan moet ik dus van Rotterdam, we staan nu op airport, van Rotterdam naar Amsterdam rijden in een schakelauto. Ik vind het echt heel erg eng. Ik vind het op snelweg niet zo heel erg boeiend. Maar, wat nou is hier mee? Maar tussendoor vind ik het best wel eng, zeg maar tussendoor rijden. Nog steeds in de auto aan het wachten op Nessie. Het duurt echt fucking lang. Al sinds gisteren echt krampen gewoon. En, ik wil eigenlijk het liefst vandaag thuis blijven, maar ik ga echt voor Nessie mee, want hij wil mij heel graag mee hebben. Ik heb nu rustig voor mezelf een theetje gemaakt en lekker op de bank gezeten. Nou ja, het is eigenlijk veel te lekker weer om thuis te zitten. Maar ik voel me niet zo optimaal. Nessie! Hier is je kaart! Nou jongens, kijk waar ik nu in rij. Toch een automaat gefixt. Jongens, wij zijn aangekomen in Amsterdam. Au! In Amsterdam. En ik heb dus net gereden in deze gekke Mercedes. En ik was echt heel erg bang, want ik met een schakelauto moest rijden. Maar het was gewoon een automaat. En het was niet echt een normale automaat ook. Want normaal gesproken heb ik hier toch zo'n automaat. Hier ergens. Maar hier is die hier. Moest ik ook even aan wennen. Maar hij rijdt echt super chill. Ja, fijne auto. Helemaal top. Ik ben er blij mee. Gaan we meteen vertrekken? Gaan we meteen vertrekken? Ja, oké. Waar wil je? Waar wil je? Ja, niet zo. Nee, ik ga rijden. Nee, ik ga rijden. Alsjeblieft, kom. Ik moet snel eten, snel naar opnames, kom. Ik wil rijden. We gaan net zien rijden. We zijn nu bij een plekje. Volgens mij zijn wij in Amsterdam Noord. Ik weet het niet zeker. We zijn bij een plekje dat meneer Bab heet. En je kan hier even snelle hap doen. Turkse hap. Ik heb even cocktail besteld. Turkse thee. Water. Ik ben benieuwd. Ik heb echt heel veel trek. We hebben echt niks gegeten. Sinds vanochtend zijn vertrokken van huis. Nessie is een lekker soepje aan het eten. Dus we hebben ook een beetje erbij besteld. Ik heb mijn theetje en ik wacht nu op mijn kufte. Zo, dit is mijn bordje met kufte. Dat ziet er echt heel goed uit. Heb je ergens een knop erin? Nee hoor, eet maar lekker. Kijk, zijn broodje ziet er ook echt goed uit. Yummy. Lekker hoor. Het is best wel moeilijk, dat met uit de kufte. We zijn net klaar met de opname. Het ging goed, Dennis. Ja. Super lekker weer. Kijk, zo zie je tenminste een keer. Want dit is mijn werk. Zie je ik dit? Vond het echt leuk. En ik heb mijn oude manager van Nessie ook gezien. Ja, vrouwkie. Ja, was gezellig. Ik ga nu rijden. Dat heb ik even besloten. Voel mij. Waarom? Hierboven moet je zitten. Je moet vandaan rijden. Wat slaat dit nou weer op? Nee, je moet daar gaan naar buiten staan. Dan. Ja. Want je kan ver toch? Het slaat nergens op. Oeh, best. En wij zijn denk ik net een uurtje thuis of zo. We waren in de file terechtgekomen. Het is nu ongeveer 7 uur. En deze is helemaal kapot. Die is aan het slapen. En ik heb gelijk eigenlijk mijn vlog lopen editen. Want die had ik vandaag niet geëdit voor vanavond. Dan komt die alsnog op tijd online. Ik was er al bang voor dat ik dan het niet zou redden. Dan weer iets moest plaatsen dat mijn vlog later kwam of morgen. Want dat vind ik gewoon zelf niet zo netjes. Ik wil me er wel heel graag aan houden. Maar het is me dus gelukt. Ja, en ik ga even zo naar de Albert Heijn even in mijn eentje. Want Peter gaat zeer zeker niet mee. Ik moet even schoonmaakdoekjes halen. En even eten voor vanavond. Ik had nog wel groenten en zo van picknick. Maar ik mis vlees. Ik kom net van de supermarkt. Ik ga even snel de vaat doen. En even opruimen hier. Ik ga even een andere outfit aan doen voor het koken.
En ik ga gewoon even lekker een stuk vlees maken met sperziebontjes, groenten, salade. Daar heb ik al zin in. En Nazim lag net nog in de woonkamer. En toen ik aankwam, was hij verhuisd naar de slaapkamer. Dus ik denk dat hij wel heel erg mooi is. Ik ga me even snel omkleden. Oh, French. Ik had het nog niet verteld, maar ik had het. We gaan dus af en toe toch naar buiten. En vandaag gingen we dus samen naar Amsterdam en waren we Lira gewoon buiten vergeten. Ze heeft gewoon 5 uur buiten gezeten. Maar waarschijnlijk is het dus wel mogelijk, want ze was gewoon lekker veilig voor de deur. En toen we zeg maar aankwamen, hoorden we opeens op kattengeluid. Ik denk, zijn ze echt op ons aan het wachten voor het raam of zo? Toen zagen we gewoon Lira voor de deur. Ja, ik weet niet. Ik vind het echt heel erg chill idee dat mijn kat zeg maar buiten is als ik wegga. Maar ja, het kan dus wel. Maar ik moet volgende keer wel echt erop gaan letten dat de katten niet buiten zijn als ik wegga. Want waarschijnlijk was ze gewoon even de andere kant op gelopen en had ik haar niet gezien. En dat is hem ook niet. Maar ze vond het blijkbaar niet erg, want mijn vrouwtje wil weer naar buiten. Nee? Oh. Nee, toch niet. Ik denk dat ze vandaag wel zat is. Lira. Lira baby. Nou, ik heb weer van deze schoonmaakdoekjes ingeslagen. En ik heb dit keer even 4 ingeslagen, want ze waren in actie. En dit zijn gewoon echt van die doekjes die ik echt never, nooit kan missen in het huishouden. Als ik deze niet heb, krijg ik gewoon echt stress. Ik ga even snel alles een beetje opfrissen. Keuken is weer schoon. Nu starten met koken. Zo, ik ga even starten met groenten even te wassen en te snijden. Groenten zijn gesneden en ik doe de broccoli en sperziebontjes al bij een aparte pan. Want deze ga ik bakken en deze ga ik koken. Ik ben er laatst dus achtergekomen dat dit gat zeg maar een snijplank wordt gebruikt voor dit. Dan doe je gewoon zo boven een schaal. Ik heb het nu pas ontdekt. Dus als je dit al langer weet, wist, don't judge me. Kijk. Handig. Ik ben nu een biefstuk aan het bakken. Lekker zout en peper erop. Hij is nog steeds niet wakker. Dus ik eet vandaag alleen. Ik maak straks wel even eten voor hem. Maar ik heb weer een biefstuk salade voor mezelf gemaakt. We beginnen met eten. Komt deze gewoon opeens eraan. Goeie timing, Nes. Lekker eten voor Nessie. Zo, heel veel uitjes voor jou. Bedankt. Dus ik mag gewoon met Nessie. Ik mag gewoon van Nessie met de Mercedes er vandoor. Daar zeg ik geen nee tegen. Dankjewel dat je me zo vertrouwt. 3 jaar geleden zou je me nooit vertrouwen in je auto. Ik had gekookt voor Nessim en daarna mezelf klaargemaakt. Want ik mag gewoon weg met deze auto. Ik had echt nooit verwacht. Besef jongens, echt, ik maak geen grap. 3 jaar geleden was ik gewoon de slechtste chauffeur van Nederland. En nu vertrouwt Nessim mij gewoon met auto's en laat hij mij gewoon weggaan. In ieder geval, Nessim is best wel moe. Dus ik heb voor hem gekookt. Daarna wilde hij gewoon even lekker op de bank liggen. En ik heb veel te veel energie, dus ik moet echt uit huis. Ik ga nu even naar Honey. Ik ga haar even ophalen. Met deze auto zal ze echt heel erg leuk vinden. En dan gaan we gewoon even ergens wat drinken. En daarna gewoon weer richting huis. Dat is eigenlijk een beetje de planning. Kom! Vrijheid! Kom! Vrijheid. Ik heb eindelijk een kleine auto. Nou, kleine, ik heb eindelijk weer een auto, joh. Ik ben echt zo blij. Ik ook. Waar gaan we heen? Honey heeft me ook gemist. Als ik geen auto heb, kom ik nooit hier. Waar gaan we heen? We gaan een stukje snelweg. Ja, we hebben snelweg. Het was afgezet, hè? Maar we zijn uiteindelijk bij de Mac geëindigd. Want alles was ja, gewoon niet bereikbaar voor ons. Laat ik even zo zeggen dat ik nergens kan parkeren met deze mega grote auto. En dat ik gewoon naar de Mac ging rijden. Ik was echt zo gefrustreerd. Ik kan gewoon niet file parkeren met deze auto. Ja, maar dit is een tank. Hij is echt mega groot. Dus we zijn nu bij de Mac en we gaan hier gewoon lekker een koffietje halen. Gezellig hè, hon? Heel gezellig. Nou, het lijkt niet er niet op dat je het heel gezellig hebt met mij. Nee, ik heb het echt gezellig. Mobiel. Ik heb even een heerlijke kop koffie gedronken met hon. Ik ging een stuk met parkeren, man. Het lukte mij echt niet. En ik kreeg er zoveel stress van. Het lukte mij zeg maar net met de BMW om te file parkeren. Daarvoor had ik een Polo, dat lukte echt makkelijk. Maar met de BMW echt net. En met deze lukt dat echt niet. Ik ga het niet eens meer proberen. Nou ja, goed. Ik heb even lekker koffie gedronken. Ik heb even gelachen met Hon. We zijn nog even live gegaan samen. En ik rijd nu even naar Nessim. En Nessim was heel erg ongerust. Want ik had een paar gemiste oproepen van hem. Maar ja, ik ken deze auto nog helemaal niet zo goed. Dus ik zat niet echt aan mijn mobiel.
En toen had ik opeens een paar gemiste oproepen en ik belde hem. En toen zei hij van, ja, waarom laat je niks horen? Was hij gelijk ongerust. Hij denkt, nou, dan gaat ze weer met mijn auto hoor. Ik ben net thuis en dit is Nesim. Oh, je hoofd. Staat nummer 1 trending op YouTube. Ja, Nesim staat. Nou, super gaande. Is die clip er online toch? Ja, ik denk het wel, toch? Vrijdag, ja joh, ik loop een week achter. In ieder geval, Supergaande staat op nummer 1 trending met de prank op Q. En het is de promo van hun nieuwe videoclip. En die heet Zieke Geest. En als je hier naar kijkt, is die al uit. Het is echt een heel toffe lied. Ik ben dus naar Club Hub aan het kijken met Alena en ik ga helemaal stug. Deze chick is gewoon Lama Juna aan het rollen. Ik ga helemaal stuk. Ik heb net een lekker theetje gemaakt voor mijn English breakfast tea en voor Nesim Turkish apple. En we kijken Friends voor het slapen gaan.